Yo mensen, welkom terug bij een nieuwe video van Uncharted 2 Among Thieves. Het is vandaag woensdag 16 maart 2022, 5 voor 2 's middags en we gaan vandaag gelijk verder met Uncharted 2 mensen. We zijn verder, een paar uurtjes verder. Ik heb net frikandelbroodjes gegeten van een Lidl, fucking lekker. En ja, dat is eigenlijk het nieuwtje, ja. Ik heb, ik heb gebeld met iemand en zo. Maar ja, dat was voor jobs en zo. Maar ja, mensen, we gaan verder met de game. En de game is Uncharted 2 Among Thieves. Of zoiets. Dus ja, we gaan vandaag verder met deze game. We hebben een reward gelukt. Maar I don't care. Waar moeten we heen is de vraag. Wacht, hè. Fuck, ik ben bijna dood. Oké. Hey, ik heb een bericht. Waar is die guy? Waar is die fucking... Nee! Teringzooi. Ik had geen eens door dat hij viel. Kijk, nu kan ik het nog goed zien, maar ik zie echt snel geen in de fuck meer. Like, waar moet ik heen? Hier komen dus mensen aan. Deze mensen kan ik een nek breken dus. Toch? Wauw, what the fuck. Hoe ga ik dat ooit doen dan? Ik moet dit ding gebruiken. Ik moet dit ding fucking opblazen. Moet ze hier met me killen? Nee, ik wil het ding meenemen. Je hebt het fucking ding mee. Dan moet je hem gooien ofzo. En dan moet je hem snel op R2... Nee, nee, nee. Pak hem op. Draag hem naar deze bitches toe. Die zijn hier. Gooi hem. Nee, fuck. Ik gooi hem. Ik schoot te vroeg. Oké, dat is de plan. Dat wordt de plan. En mensen, ik pak deze. Ik heb als goed ik bedoel gewoon ammo. Dan ga ik hierheen. Dan zijn ze hier, oh. En dan zijn ze niet dood. Wat? Hoe zijn ze dan niet dood? Wat is dat voor bullshit? Oké, nou dat doet dus niks blijkbaar. Je moet het iets meer strategically aanpakken. Je moet kijken waar komen ze vandaan, waar zit iedereen. Want ik werd ook in mijn fucking anus geschoten net. Oké, dat zijn er twee. Like, waar? Waar? Oh, deze guy komt... Oké, er komt een guy daar vandaan blijkbaar. Oké. Oké, dan ga ik nu dit proberen met deze fucking anus neuken. Kom op. Ren. Hier komt blijkbaar een guy zometeen. Hier komt blijkbaar zometeen iemand, toch? Waar is die dan? Is dat hem? Hoe overleef je dat, broer? Like, serieus. Die. Fucking die. Die. Fuck. Ik moet afstand nemen. Wat? Nou, weer nog eentje. Kom op. Drie van die armored bitches. Terwijl ik bijna niks heb. Dat is oneerlijk. Dat is gewoon oneerlijk. Oké. Ik moet misschien een betere positie vinden. Kan ik hier omhoog klimmen? Dit heb ik nodig. Oké, dan. Boys. Wie de fuck schiet er nu op mij dan? Daar ook. Jij gaat fucking dood. Kom maar hier. Kom maar hier. I'm not fucking playing with you. Hier ben je toch? Dood. Jij gaat fucking dood aan me sneuken. Fuck. Oké. Dat zouden de meeste moeten zijn. Ik kan geen ene fuck zien door die sneeuwstorm. Dat is het probleem. Fucking bitch. Die.
De vraag is, waar is de rest? Ik snap dat niet. Waar moet ik heen? Hint. Climb out over there. Ja, daar wou ik net ook heen gaan. Heen, system. Oh, deze guy is volgens mij echt bijna aan het doodgaan. Hoe heeft deze guy de kracht nog om te klimmen? Ja, ik dacht al. Waarschijnlijk komt er zo'n cutscene dat hij neervalt of zo. Jongen, die andere guy was fucking ook geschoten in zijn lim. En die kon geen eens opstaan zelf. Wij zijn geschoten in onze ding. En wij zitten hier in de kou. We hebben geklommen. We zijn fucking geflikkerd. We hebben met mensen gevochten. En we leven nog steeds. Dat is gewoon what the fuck bullshit. Maar whatever. Ik heb dus lekker frikandelbroodje gegeten, mensen. Ik vraag me af hoe we gerescued worden. Ik heb het gevoel dat Sully onze brada. De rest vanmiddag moet ik even werken. Nathan is bijna dood aan het gaan. Ik heb lekker frikandelbroodje gegeten. De rest. De nieuws zijn nog steeds hetzelfde. En ja. Deze guy gaat. Ja. Oh god. Dat kan geen Sully zijn. Wie is dit? Oh god, iemand die ons gaat rescuen. Let's go, alleen... Wie precies? En we zitten lekker te chillen. Wie is dit? Wie is dit? Wie is dit? Wie is dit? Ah. Emma. Kola Saja Thompson Chitte. Wat? Shepherd Zalagyu. Kom onze topper. How did I get here? Khadiche, kira jurumbu lega di chay amare. Kira mashi was so de chambore. Ik taf je niet. Ik. How long have I been out? Hey, kan. Ja. Tom. Thanks. Okay, wie? Die tongus. No. That's plenty. Ik snap je niet. I'm sorry, I don't understand. Wat? Kan deze guy echt in Engels nemen? Ja lang. Ja lang, wat? Thanks. Wat moeten we doen? Hij wil ons een jacka geven. Oké. Ik weet niet wat je zegt, broer. Je moet een beetje uit. Oké. Doe het gewoon aan en ga met deze guy mee. Wat? Nu zijn we ineens uit het sneeuwgebied. What the fuck is dit voor klimaat, man? Ene. The hell am I? Ja, dat vraag ik me ook af. Letterlijk, die trein gaat eerst gewoon echt volledig door een soort jungle of zo. Door een soort stad die fucking heet is. Daarna kom ik ineens in een sneeuwgebied. Wat fucking 30 centimeter is waar sneeuwstorm gaande is. Wat is... Speak English? I got it. Follow you. Ja, ik volg je. Ik weet niet wat er is. Oh, daar zijn dus die sneeuwmountains. Maar hoe snel dit klimaat verandert? Excuse me. What? Ja, dat vraag ik me ook af. Oh, deze guy loopt zo slow. Ik weet niet waar de fuck hij heen gaat. We zijn nog steeds een beetje gedamaged, denk ik, want... Er zijn kippertjes. Geen idee wat de fuck dit voor town is en waarom dit nog niet helemaal kapot is gemaakt door al die anusnukken met de war en zo, maar oké. Daar is een fucking big ass cow. Here you go. Get it. Kick it back. Kick it. Kick back. Kick it. Kick. Kut, kinderen. Kan nog iets anders doen? Wat gebeurt hier? Dit kindje, wat heeft dit gedaan? What the fuck, dit kind ziet er straight out als een fucking Harry Potter game, man. Kijk naar die graphics. Hallo? Ik weet niet wat ik doe hier, hoor. Kan ik melee aanvallen? Oh nee, ik kan... Oh, ik kan wel... Ah, dat doet pijn, ja. Oké, meneer, ik ga verder. Niemand kan hier Engels, lukt serieus? Dat is onhandig. Ik vind het zo vet like, dat languages en zo ooit zijn ontstaan. Gewoon. Like, hoe alles ontstaan is nog steeds een vraag waarvan je echt denkt van what the fuck. Like, hoe mensen gewoon zo slim zijn dat gewoon languages... Hey,
Ik zag jullie. Willen jullie fucking fitty met mij? Hier is dat fucking... een ding. Zo'n fucking cool. Kijk, daar wil ik geen fitty mee. Die gaat me fucking verkrachten. Wat is dit voor plaats, man? Ik hoop echt even dat iemand die Engels spreekt of zo. Waar de fuck is Chloe? Oh, cutscene. Oké, let's go. We hebben hem gevolgd. Redelijk... Just when I thought I had nothing left to lose. Nate. Oh, thank God you. Hoe de fuck kom jij hier al? I'm sorry, I. En hoe spreek je Tiberian? I have some idea of what's going on. I mean, how long have I been here? Hey, only a few days. I followed the tracks to the wreckage. Yeah? What the hell happened? Ik weet niet. You were right about Chloe. Turns out she wasn't exactly. Ik weet het, ik taf Chloe ook niet. Eerst ze werkte met ons, daarna wou ze niet gered worden, terwijl Flynn wist dat zij met ons was. Blijkbaar, en toen zei ze iets van toe, dus dan had ze het over Jeff en Elena ofzo, dat dat een reden was. Nee. I have Flynn to thank for this. Flynn. Chef Ogudisha. Ja, ja, Nyagotsu-san. What the fuck? Come on, there's somebody who's anxious to meet you. Is dat... Mijn brother? So, oh. Our mysterious wie de fuck guest awakes. Okay. Nate, this is Carl Schaefer. How are you feeling? Good. Thanks. Good, good. Please. Wie ben jij? Hoe kom ik hier? It appears you and hoe I ken have je alleen? Common, Mr. Drake. Mr. Drake? So? Ik yes. Vind wel zijn Engelse uitspraak wel grappig. 70 years ago, I came here just like you. Oh, what? Carried into the village near death. The last survivor of my company. Company? I was hired to lead an expedition into Tibet to find the entrance to Shambhala. Oh, dat zoek ik ook. What they really wanted was the Chintamani stone. Ja, daar heb ik ook van gehoord. Ja. So, my friend. Ja. Where did you find this? Where did you find this? Oh god. Borneo. Why? Borneo. This is the key to Shambhala. Ja, dat weet ik. It's the one object your opponent desperately needs, even if he does not know it yet. Oh, what a retard. Oh, I think he knows. Oh, yeah? Look, I'm very grateful for everything you've done for me. I really am, but I'm through with all this. Yeah, hoezo? So, they have beaten you, huh? Bro. Your quest is over? Ik wil gewoon Lusu gaan. Right. Ik wil gewoon mijn bitch neuken. What if it's only the beginning? What? Where did you find this guy? Trust me, young man. Your ego will mend. You're just lucky to be alive. Yeah, you know, people are always telling me how lucky I am. But the truth is, everything I touch turns to shit. Nate. No, Elena, I'm done. I's done. Now, come on, I'm through playing the hero. Your adversary will not give up so easily. He will not stop until he possesses the thing he desires. Oh, yeah? Well, more power to him. Power is precisely the problem. What? Some of the most fearsome rulers through history have possessed only a fragment of the Chintamani stone. What is Chintamani stone? Like what does that? Tamerlane, Genghis Khan. If a mere sliver could bestow such die power, mensen ken ik niet, maar okay. What would a man become if he possessed the stone itself? Maar destroy dit ding. Flikker dit ding gewoon weg zodat niemand het kan vinden. Niemand it's got to be what he's after, Nate. Then Lazarevich really is a nutjob. He's chasing a myth. And what if he's not? Oh, Elena, come on. Elena, Ellie. Ellie. What he's capable of. I understand your doubt. I have Jeff from Mort. Oh yeah, Jeff. Wie the fuck was Jeff? Ik weet nog steeds niet eigenlijk, maar oké. Tenzin. Tinsan Antara Tingonre. Maar... find the remains of my expedition and you will have your proof. Wacht, wat? Tenzin will guide you. Dus nu moet ik alsnog gewoon, terwijl Neven net nog zei dat hij er dan mee was, gaat hij alsnog verder. Dat hij eigenlijk gewoon wordt chillen. En ik staf hem ook wel, want like, alles is naar de tering. Hij is fucking lucky. Hij gaat echt een keer dood. Maar waarschijnlijk gaat hij niet dood in Uncharted 4 of zo. Ja. I hope I live to regret this. Elena, jij kan toch het spreken? Wat zegt hij? Vertaal het even. Just come back in one piece. Wat? Ik snap Elena en Nate niet. I suppose you speak any English, do you, pal? Nope. Ik snap het niet. Wat is er nou met Nate en Elena? Eerst was er dus een vraag dat Nate ging zeggen. Jeff en Elena zijn ze samen. Dus dat was dan helemaal niet zo. En dan was er iets dat Nate en Elena echt niet aan good terms zijn en zo. En elkaar al fucking lang niet hadden gezien na Uncharted 1. Do you touch anything to? Why do I ask? Yeah. Do
Tesson? Yeah, I'm not so good with charades, pal. Oh, shit. Chill, man. Okay. Wait. Tenzin. Why do you need that? Tenzin? Waarom hadden we Elena niet mee? Onze translator, die blijkbaar dat kan spreken. Like, gaan we daar nog iets van horen van... What the fuck, hoe kan zij dat überhaupt spreken? En like, hoe kent zij deze mensen zo? Of, er is zoveel backstory dat ik echt wil weten in deze game, mensen. Like, serieus. En ik sprong bijna verkeerd. Oké, hier. Wachten. Aha, die bent als er daar. Waar moeten we hier mee? Oh man. There's no way we're getting across there. Hé, ik zie daar een ladder. What you got there? Onze die paar twee beetje tangen. What? Touwtje? Oh, mijn PlayStation gaat als een jet. Mijn PlayStation gaat als een jet. Nee, ja, dat kijk ik op PlayStation. Fuck off. Ik moet hem echt een keer goed cleanen. Ja, yeah, good luck, Bell. I mean, that's almost impossible to... Oh, you did it. Nice. Sure, let's just swing across on the 70-year-old rope. So, seven... Hoppa! En nu deze ladder gebruiken. Going, buddy. Oh, fuck, ik viel er bijna vanaf. Ladder, Nate, kom op. Oh, deze guy klimt echt zo slow, mensen. Holy tita, sorry. Deze guy klimt tantus dan. Drop. Bro, wat zeg je, man? Bro, dit is zo episch. Like, what the fuck is dit? Waar gaan we nu heen? We gaan nu iets zien van de Chintamani Stone of zo? Was dat toch? Hij zei toch dat we nu proef gingen zien? En dan wil Drake ineens verder. Like, waarom wil Nate nu ineens verder gaan dan? Ik dacht dat hij... Net zei dat hij Lucy was... Ga dan ik tafelbank lekker Chloe wil Blackberry rescuen. Hé, ik zie daar een treasure. Waar moet ik nu? Nigeta dan. Wat moet ik hier doen? Oh, what the fuck? Looks like we're on the right track. But Schaefer. Is hij Duits of zo? This can't be what Schaefer meant. Wat? Ik taf hem niet. Waarom ging Elena niet met me mee? En waarom kuste Elena ons net? Terwijl blijkbaar vond Elena ons een bitch. En Chloe implieerde dat zij ons hart had gebroken of zo. En dat is ook volgens mij wat er gebeurd is. En nu ineens gaf Chloe ons weer een kiss. Ook al, like, what the fuck? Ik snap het niet. Ik ben zo confused. Like, what the fuck? Wel leuk en al. Maar eerst Drake vond Chloe nog, like, ja, oké. Okay. Drake is gewoon een player, wat best wel, like, kut is. Ene keer wil die Chloe neuken, de andere keer wil die fucking Elena neuken. Dus hey, ik taf hem ook echt aan. Ik taf Drake gewoon niet. Like, what the fuck, dikke player dat je bent. Vreemdgaan is nooit oké, okay, mensen. Zelfs niet als je neef van Drake bent. Dus ja, fuck off. Oeh, dat was zo close. Dat was zo fucking close. Holy tito. Hey, what's the big hurry? Dit ziet er zo episch uit, like, serieus. Deze guy kan wel parkouren, man. These are snow boots, not track shoes. Oeh ja, ik heb je ingehaald. Race. Fantastic. We moeten hem volgen, denk ik, of zo. Oh, deze guy is dood. Aha, die guy is. Wat is dit? Is dit... Chintamani Stone. Must have been one of Schaefer's men. Oh god. Oh fuck. Ja, dat was close. Gaat het, broer? Ja, daar gingen we waarschijnlijk bijna door. Oké, wat nu, meneer? Wat nu, meneertje? Hold. Oh. Maar dit kan niet. Wat? Ja, ja. Wat? Ja, wat? Still don't speak that. Wat moeten we... Me first, huh? Oh. Je geeft mij een boost, oké? Okay? Thanks. En waar nu heen dan? Huh? Ik dacht het niet. Waar ik heen moet. Moet ik? Oh, dit kan ik gewoon vastpakken, serieus. Oké. Okay. Oké, dan moet ik hier gewoon weer parcours, I guess, via de ijsmuur. Oké, wat nu? Hierop. En dan iets met de touwen of zo. Moet ik gewoon, oké, omhoog klimmen blijkbaar. En dan hierheen springen.
Dan hierheen springen. Dit vastpakken. Dan droppen of zo? Of wat moet ik met de touw doen? Wat moet ik met de touw doen? Oké. Okay. Dan gewoon, I guess, droppen de hele tijd. Droppen dan hierheen. Ik heb geen idee waar ik heen ga. Waar ik heen ga. Dan, ja, waar dan heen dan? Oh, hier moet ik. Come on, I'll catch you. Holy shit. Hoe valt deze guy niet? En die andere guy die geen eens Engels spreekt, die vertrouwt hem ook gewoon. Die gaat gewoon lekker YOLO instant. Ah, nou kan je dit gebruiken. Hoe de hel heeft deze jump gehaald? Zelfs dat ik hem geen catch. Like, hoe had Drake ooit die grip en zo? Nou, dan gaat deze guy dit doen. Gaat hij zijn move doen? Let's go! Oh. Oké. Okay. Hij zei wel mijn naam, dus dat is een plus. Wat doe ik? Sorry, man. Pak het nou. Ik moet iets lager. Ik moet iets lower, want anders ga ik het nooit halen, toch? Oh, ik heb gewoon meer momentum nodig. Oh, fuck. Oh, deze guy is MVP. Deze guy is ook sterk, hoor. Het is niet makkelijk om een volwassen man met één hand gewoon vast te houden. Like, serieus. Dat is niet zo easy als deze game het doet denken. Like 90 keer dat je een één arm vasthoudt. Like, serieus. Dat is... En ook nog naar beneden valt en zo. Dat is niet chill in die vorm. Wat is er? The hell was that? Ja, kom maar zo. Wat gaat gebeuren? Ik ga wel voor. YOLO. I got you, Tenzin. Zo heet hij toch? Dat doet me denken aan die guy van Demon Slayer. Hier gewoon overheen springen. Oh, hier zijn al deze wolven gekild door iets. What the fuck? Er komt zoals een curse of zo. What dit is. Oh god, er gaan monsters komen. Er gaan monsters komen, net zoals in de eerste game. Dat komt door de curse van de Chintamani Stone. Wait, what? We gotta get moving. Tenzin, kom op. Let's go, my brada. Parcours gewoon. Ja, parcours vind ik altijd wel vet. Eigenlijk moet ik ook een Assassin's Creed kunnen spelen, weet je? Oh god, ik weet nog steeds niet waar we eigenlijk naar op zoek gaan, maar oké. Okay. Wat we eigenlijk aan het doen zijn, maar oké. Okay. Ik speedrun dit gewoon. Like... Wat de hel was dat? Wat de hel was dat? Dat was iets fucking van een Xenomorph of zo. Bro, dat was iets van een alien of zo. What the fuck? Bro, deze game heeft elke game een raar monster of zo. Alright, just stay here. Here. Ik heb nog steeds geen gun of zo of iets. Ik zag net zo'n beest, ouwe. What the hell was... Was dat? Oh, nu kan ik gewoon naar beneden droppen, mooi. Ik vind deze omgeving wel vet, like, serieus. Like, holy shit, dit is wel echt gruwelijk, mensen. Oké, daar wil ik niet naar beneden vallen. Ik moet hier opkomen en dan iets met die ladder doen. Of ik moet juist hier opkomen en dan iets met die ladder doen. Ik heb zo'n gevoel dat ik... Kan ik hier iets mee doen of... Hier kan ik niet onderdoor, oké. Wat, kwam ik hier niet vandaan of... Oh god. Shit. Oh my god. Oké, hier zie ik het... Oh, dat moet zo koud zijn, Nate. Ik zie er dus koud boeien. Gewoon niet leuk. Kijk naar onze schoenen al. Holy shit. En trouwens, dat is ook like, glipperig en zo. Dus geen idee hoe die zo goed kan parcouren als het lijkt. Oh fuck. Ik dacht even dat die. Ja, oké. Okay. Wacht. Nee. Doe dat niet, Drake. Kom op. Die laat me een beetje schrikken, man. Waar moet ik nu heen, man? Waar moet ik heen? Later, boy. Waar moet ik heen? Ik dacht hem niet. Ik moet dus hierheen voor die cutscene te triggeren. En dan, wat moet ik dan doen? Of moet ik hier gewoon iets doen? Nee, ik moet hier niet iets doen, maar wat dan? Ik moet hier duidelijk... ...ergens heen. Ik moet daar bovenop komen. Hoe ga ik dat ooit doen? Oh ja, misschien kan ik hier zo springen of zo, of wat? Nee, hier kan ik me nergens aan vasthouden, dus hè?
Oh, moet ik hier droppen of zo? Ik denk dat ik hier gewoon moet droppen. Ah ja, ik moet gewoon hier droppen. Oké. Okay. Nee, dit is voor treasure. But I don't care about the treasure. Ik wil gewoon door met de game. Niet naar beneden vallen hier, please. Straight. Hè? Ik weet niet waar ik heen moet. Dat is een probleem. Ik kan hier nergens parcours of zo. Hier kan ik wel op, maar waar moet ik dan heen? Als ik hierheen ga, wat heb ik hier dan aan? Ik kan hier niet op, toch? Nee. Er is nergens waar ik hier op kan. Hè? Daar kan ik ook nooit. Of kan ik hier wel aan vastpakken? Nee, dat dacht ik al. Hè? Ik snap niet waar ik heen moet. Mag ik een hint, alsjeblieft? Mag ik please een hint? Please, geef me een hint. Nee, ja, daar kan ik ook niet op klimmen. Hè? Ik snap hem niet. Ik moet sowieso hierheen. En dan, ja. Hier. Oh, hier gewoon. Oké dan. Oké, ik ben blind. Ik ben maar fucking blind. Let's go. En dan hierheen parcouren. En dan nu naar de... Hierheen, dan naar de overkant springen of zo. Oké, YOLO. Let's go. Deed dit sitters... Oeh, alleen maar voor een treasure. Oh, hier kan ik gewoon erop. Hey, hier is iets. Hey, Schaefer says hello. This is loaded. Oh, ik had geen idee wat voor gun dit is, maar oké. Okay. Thanks for the gun, bro. Wacht, wat moet ik dan doen? Nu zit ik weer vast, of moet ik dit nou... Kom maar, meneer. Oh god, wat de hel is dat? Oh my god, wat gebeurt er met die guy? Save hem! Laat hem met rust. Laat hem met... Rust. Laat hem met rust. Hoeveel kogels gaan in jou? Ja! Wat moet ik doen? Ah! Nooi, wat de hel was dat? Wat moet ik doen? Die, please just die. Oh, ik heb ook gewoon infinite ammo, maar ik weet niet wat ik moet doen. Ik denk dat ik hem niet kan killen. Ik moet iets... Oh, fuck. Kom dan. Kom. Oh, fuck. Ja, nu ben ik... Ik snap niet wat ik moet doen. Maar is die Tenzin, like, dood of... Volgens mij is hij dood, hè? Are you for real? Oké, nou, dan ga ik gewoon hierin. Ga ik gewoon deze trap nemen, hoor. Dan ga ik gewoon deze trap nemen als het kan. Oké, dat kan niet. Waar moet ik heen? Ik kan hem niet killen volgens mij, like, letterlijk. Zoveel bullets neemt hij. Hij eet letterlijk gewoon bullets. Oh my god. Oh, dat doet een beetje damage, oké. Okay. Oh my god. Oeh. Waar moet ik heen? Ik hang hier gewoon. Oh god. Oh my god, please. Kan ik hier klimmen? Kan ik hier op klimmen? Nee, hier kan ik niet op. Oh my god. Ik kan deze guy niet killen volgens mij. Ik kan hem letterlijk niet killen, of wel? Oh my god. Oké, dus dat gebeurt als hij je pakt, maar alsnog. Die, nee, ik ga dood. Ik ga dood. Hij rent ook sneller dan me. Ja, ik... Oh, what the fuck, hij is geglitcht of zo.
Nee! Ik snap niet wat ik moet doen. Ik kan hem niet killen. Dus, deze guy is slecht dood of zo. Ik snap niet, moet ik hem gewoon proberen te killen? Nee, ik heb infinite bullets, dus ik moet ergens op schieten of zo. Nee, dat werkt niet. Oké. Ik moet daar opkomen. Oh god. Deze animatie. Het doet wel een klein beetje damage, maar lijkt niet genoeg. En dit doet heel veel damage wat hij doet. Ja, ik ga dood. En ik ben dood. Huh? Ik snap hem niet. Nou, ik denk dat ik de video hier ga afsluiten, mensen. Bedankt voor het kijken van deze video. Als het een leuke video vond, laat een blauw duimpje omhoog. Abonneer kan dat, abonneer de comment kan dat ook beneden. 60% compleet, mensen. Nu moet ik dus al die video's uploaden en zo van vandaag. En ik moet dus even kijken wat ik hier moet doen, want ik snap hem niet. Volgens mij kan ik hem niet killen, maar ik zie nergens waar ik ergens kan parcouren. Moet ik iets kapot schieten dat het op hem valt of zo? Is die Tenzin nou instant dood? Of moet ik hem nou... Is hij gewoon unconscious? Ik denk dat hij dood is, maar volgens mij heb ik hem nodig om bij die ladder te komen. Dat is uiteindelijk, maar ja. Later, mensen. En waarom gingen we hierheen als we... Hun moesten wel wisten dat hier iets in zat, toch? Of waren ze echt zo retarded? What the fuck? En Elena en Drake, wat is dat?